Goedenavond allemaal. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan groeit je op en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes, speciaal voor volwassenen. Vandaag met niemand minder dan Jacob van Sichel. En we zitten nog steeds live in de pomp in Hoven. We hebben een opdracht gekregen van het publiek, een sprookje. En er zullen ook een love story in dat sprookje. En de titel van het sprookje is... Er was eens een tandeloze vampier en een chichi madame. Dus ja, we weten al wie er verliefd gaat worden. Hier gaan we dan. Er was eens een tandeloze vampier en een chichi madame. Ja, rond aan mezelf, zei de tandeloze vampier. Want elke avond werd hij wakker, want overdag sliep hij. En dan ging hij op zoek naar vers bloed. Ik ga eens zien of er hier geen vers bloed is. En ik keek onder de kast. Hij zei onder de kast kijken. Er was geen vers bloed onder de kast. Dus hij moest naar buiten op zoek naar vers bloed. En zo begon zijn nachtelijke wandeling. En op een bepaald moment komt hij aan een groot, mooi, chic oude villa in het centrum van een gemeente tussen Brussel en Antwerpen, waar mensen met heel veel geld wonen. Lint. Hij was een beetje buiten adem, want hij was helemaal van het verre... Waar wonen die nu alweer? Ergens in Rusland. Transylvanië, Roemenië. Gefietst tot in Lint, tussen Antwerpen. Want niet alle vampiers kunnen vliegen. En hij ziet er een alleenstaand huis staan en hij denkt van... Ja, hier woont wel iemand. En waarschijnlijk een vrouw waar ik het bloed van kan drinken. En hij sluipt binnen en hij komt binnen en hij ziet daar een vrouw in een... tijgervelke van een heel duur merk. Een klein hondje met veel te veel haar. En hij ziet, dit is een chichi, madame. Ah, mijn fifi, mijn kapot, zei de vampier. Dat is voor de mensen die naar de podcast luisteren. En hij besluipt daar langs achter en zijn ogen beginnen te gloeien. Rood gloeiende ogen. En dat weer kaatst in de bling-bling van haar chihuahua. Nu, wat we nog niet verteld hebben, deze vampier had geen tanden. Dus hij kon niet zomaar iemand bijten. Hij moest iemand zo lang vastpakken en beginnen zabberen. En zabberen en zabberen. Tot je een soort van... Ja, zo'n zuigplek krijgt waar hij toch nog bloed uit kon zuigen. Een doorlichtwonde. Allee, een door... Nee, ja. En hij pakt de vrouw vast en hij begint te zuigen in de nek. Nu, de chichi madame had dit nog nooit meegemaakt. Vond dit zo opwindend. Ze draaide zich om en ze zei... Oh, wacht, zapper hier ook nog. En zapper hier ook nog. En zapper hier ook nog. Maar de vampier, ja, die moest op één plek blijven zapperen. Want anders had hij geen eten. Maar de vrouw wou... Nee, zapper mij overal. En zo begon de vampier overal te zapperen. Om eigenlijk de vrouw te plezieren. Hij vergat even wat hij zelf nodig had. Zoals elke goede man af en toe wel doet met een vrouw. En begon haar overal te bezabberen. Zabber, zabber, zabber. Of de... Nee, een beetje lager, een beetje lager. Alleen een beetje hoger. Nee, alleen... Ja, doe voort. En plotseling smaakt hij die hemelse,
ietwat zout, zoete, metaalachtige smaak van hetgeen waar hij naar op zoek is. En hij denkt, ja, het is mij gelukt. Ik ben er. Eindelijk zit ik door het vel en kan ik... Maar hij had gewoon zijn lippen gekloofd van te hard te werken. Dus... En een vampier die zijn eigen bloed drinkt, die overleeft niet. En deze romance heeft lang geduurd. Hij heeft daar bezabberd en bezabberd dagenlang. Maar uiteindelijk is onze vampier van honger gestorven. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Mannen, je mocht nooit uw aard weggooien voor een vrouw. Het is goed dat je een vrouw pleziert, maar op tijd en stond moeten wel eten krijgen. Slaap lekker. Jacob Vestigel.